Okay. Welkom bij de volgende spreker, Peter van Eyck, die ons gaat vertellen dat no matter hoe jullie zullen vechten tegen de cloud, het is allemaal te vergeefs, net zoals de Borg. Cloud is hier te stay. We worden volledig overgenomen door, ik denk dan door Big Tech, toch? Peter, fijn dat je hier bij NLUG wil komen presenteren. Oké, dankjewel Rogier. We gaan het hebben over cloud. Eerst even iets over mezelf en dan over jullie. Nou, dit is mijn claim to fame met deze groep, denk ik. Iemand toevallig de 9th edition in huis. Ik heb hem persoonlijk meegenomen uit Bell Labs, dus die werd verder niet meer gedistribueerd. Allemaal dingetjes waar ik mee bezig ben. De laatste jaren ben ik vooral bezig met cloud instruction. Maar goed, ik doe er ook nog wel wat mee, want we zijn op de hogeschool een Cyber Range as a Service aan het bouwen, wat eigenlijk een SaaS-oplossing is voor Capture the Flag wedstrijden. Weet iemand wat, iemand van Capture the Flag gehoord? Als techniek, ja, een paar mensen, prima. Nou, zaterdag de grote landelijke wedstrijd, de Challenge Cyber, draait op ons platform. Voor deze keer, dus daar ben ik wel, wel trots op. Maar dus, ik zit tussen in de pauze hier en daar nog wel wat nieuwe Argo CD-dingetjes uit te rollen, want er moeten nog wat aan de randen wat dingen verbeterd worden. Ik vind het veel leuker, ik kan wel heel wat verhaal vertellen, maar dat heb ik al meer dan 100 keer gedaan. Dus ik vind het veel leuker om met jullie die interactie aan te gaan. En de vragen te horen, waar jullie een antwoord op zoeken. En de eerste vraag, om dat met je te beginnen, is wat is cloud volgens jullie? Of volgens jou? Iemand anders zijn computer, ja. Ja, daar hoorde. Ja, hetzelfde idee. Oh, oké. Okay. Dus your data on somebody else's computer, ja. En zoals contrary to popular belief, the cloud runs on real hardware. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar cloud is denk ik ook wel wat meer. En hoe heet het? Wie heeft. Hoe zou ik het zeggen? Wat is cloud nog meer voor jou? Iemand anders een Linux systeem. Iemand anders een Linux systeem. Ja. Ja, ja. Daar wordt het al wat ingewikkeld. En jij refereert aan een specifieke manier van uitrol. Inderdaad, Argo is wat dat betreft mijn grote vriend. Wat zou je nog meer willen weten hierover? Minder gezeik met kapotte harddisks. Oké, okay, ja, prima. Dus mijn kapotte harddisk is nou plotseling iemand anders een probleem geworden. Ja, ja. En dan vragen wat je wil weten. Ja. Hoe voorkomen we dat al onze geld en kennis naar twee grote Amerikanen? En welke bedenk je dan met name? Facebook en IBM? Ik denk bij cloud inderdaad aan iemand anders computer. Dus dan denk ik aan AWS. Amazon en Azure, ja. Amazon en Microsoft, ja. Ja, dat is een interessante vraag. Nou, wat ik al aangaf, ik ben eigenlijk. De meeste vragen die ik voor mijn instructie krijg is cloud security. Dus je ziet nogal wat cloud security referenties hierin. Maar ik denk dat je dat pas, dat om dat te kunnen begrijpen, wat je moet doen, moet je eerst weten wat cloud allemaal is. En misschien ook wel kan zijn. Want het verhaal wat ik, de opmerking die ik achterin hoorde, declarative systems management. Driekwart van de wereld is daar nog niet. Die gebruikt de cloud gewoon om VM'tjes, om goedkoop VM's te draaien. Want zo goedkoop is het helemaal niet. Nou goed, ik wil jullie eerst even meenemen in de onvermijdelijkheid van technologische ontwikkeling. En de historische onafwendbaarheid van cloud zoals we dat nu kennen. En, het leuke van historische onafwendbaarheid is overigens een tamelijk communistisch begrip, de diamat, maar daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Het gaat over hoe ontwikkelt technologie zich en wat voor onvermijdelijkheden zitten daarin. En voor mij is cloud het nieuwe IT-model, of op een andere manier, cloud is a state of mind. En op een of andere manier is dit in Amsterdam grappiger dan hier. Oh, wacht, oh shit, we gaan in automatic. Dat had ik ooit uitgezet. Nou, goed, even. Goed. Is cloud een complete nieuwe revolutie? Is het totaal iets anders? Of is het iets wat we eigenlijk, ja, eigenlijk wel de wetten volgt van IT, of überhaupt van technologie zoals we die kennen? Nou, sommigen onder jullie kennen hier nog wat. Wie heeft hier wel eens gewerkt? Ja? Goed, dit is het soort hardware waarop ik mijn eerste computerprogramma schreef in 1973. Hoewel dat was een Burroughs en niet een IBM, maar het was ongeveer dezelfde grootte van zaal. Dus
Maar hoe zijn we bij cloud gekomen? We begonnen met het mainframe gebeuren. Jaren 70, 80, eigenlijk al iets eerder. Toen kregen we client server. Frans, weet je nog, client server was heel hot in die tijd. Everybody's talking about it, nobody's doing it. En dan ging het wel. Daarna kregen we de internet. En toen kregen we cloud. En wat ik jullie mee wil geven is dat hier een vrij stapsgewijze innovatie in zit. Dus je kan heel erg lang in een bepaalde wereld blijven hangen. En dan op een gegeven moment ga je plotseling over naar een ander soort wereld. Want elk van deze stappen heeft een compleet ander besturingsmodel. Mainframe, je had de afdeling mainframe. Client server, plotseling kregen andere afdelingen binnen een organisatie macht over IT. Dat is niet de graduele overgang, dat is een vrij disruptieve overgang. Nou, het woord disruptieve innovation, wie kent het woord disruptive innovation van de theorie? Ja? Ja, dat klinkt als een marketingwoord. We going to disrupt the competition, weet je? Heb je allemaal wel eens gehoord of niet? Ja. Maar het is eigenlijk een officiële managementtheorie van Clayton Christensen. En wat zijn de karakteristieken van een disruptieve innovatie? Die zijn, nou ja goed, een disruptieve innovatie is niet zo goed als hetgene wat het gaat vervangen. Maar het is vooral veel goedkoper. Of, anders gezegd, meer toegankelijk. En het, adresseert klanten die de mainframe-oplossing niet konden betalen omdat die te duur was. Overserved, een soort eufemisme voor, het is gewoon veel te duur voor mij. Omdat het een nieuwe klantengroep adresseert, krijg je daar heel veel innovatieopties in. Want die mensen denken, voor mij werkt het hoor. Dus, en dan denk ik, als het voor jou werkt, zal het voor die ook wel werken. Nou, dan krijg je dus hele snelle innovatie. En op een gegeven moment, bij veel disruptieve innovaties, innoveert het zoveel harder dat het beter wordt dan het oorspronkelijke. En dat oorspronkelijke, we hebben nog steeds mainframes, maar weet je, die zijn heel erg in een hoek van de markt. Voorbeelden. Nou, Wikipedia. Nou, wat was er voor Wikipedia? Sorry? LinkedIn? Oh, de Winkelenprins. Ja, de Winkelenprins. We zitten hier in Nederland, anders zou je zeggen Encyclopedia Britannica. En was Wikipedia in het begin net zo goed als de Encyclopedia of de Winkelenprins? Nee, dat stond gewoon een biet in. Ja. Maar voor die mensen die de Winkelenprins te duur vonden, stonden er wel heel veel dingen in die ze wel wilden weten. Nou, langzaam maar zeker wordt het beter en beter. En wat hebben we nu wel en wat hebben we niet meer? We hebben wel Wikipedia, we hebben geen Winkelenprins meer. De PC. De PC, weet je, ik weet nog dat ik mijn eerste PC zag. Ik kwam uit de Linux-wereld, of Unix-wereld moet ik zeggen. Ik had bij Bell Labs gezeten een paar maanden. Die PC, ja jongens, wat is dit? Dit is toch speelgoed? Ja. Wat zeg je? 16K geheugen? Ja. Die bootloader van de Unix-machine heeft al meer. Ja, laat me niet lachen. Goed, the rest is history. Want de PC, ja, is elke server die we hebben is gewoon een opgevoerde PC qua architectuur. Met alle voor- en nadelen van dien. Mainframe is een veel betere architectuur, eigenlijk. Als het een beetje doorontwikkeld zou zijn. Dus gelukkig kunnen we daar ook wel weer Linux op draaien. Dus het is ongeveer niet zo dramatisch. Nou, dan heb je het internet. Ja, internet. Ja, in het begin. Ik weet nog, ik ben een tijdje niet bij deze conferentie geweest. Moet ik toegeven. De laatste keer was 1995, denk ik. En dat is trouwens de tweede waarvan die op de web staat. En er was een gast, Mike O'Dell, als ik me goed herinner, zoek maar op. En die ging vertellen hoe, nee, het was eerder, het was niet 1995, het was 1993, denk ik. Want die ging vertellen hoe het internet in Amerika aan elkaar zat. Dat zal wel gebeuren. Die leased lines zijn nog allemaal veel beter. Maar dat groeide. En het was ook een interessante anekdote, die ik ook nog eens vertel bij mijn cursussen. Later stonden we aan de bar en zat hij te vertellen, ja, weet het goed of wel hard hoor. Zegt hij, ja, en toen ging hij het hebben over Microsoft, was toen een soort van, ja, die snappen het hele internet niet. Nou, zei, dit valt wel mee. Ze werken mee aan een nieuw protocol, DHCP genaamd. En wat voor het probleem lost dat nou op? En dan zeg je, kijk, bij de volgende versie van Windows gaan ze TCP/IP standaard inbouwen. En dan willen ze er 1,5 miljoen van per maand verkopen. Dus dat was Windows 95. Ja, dus Windows 95 was het eerste, of was het Windows 98? Ik ben het tel een beetje kwijt, ik word ook een dagje ouder. You get the idea. En cloud computing.
eerste keer dat we cloud computing zagen, dacht ik, ja, leuk, servertjes, developer, weet je, goed genoeg, gaan we geen productie opdraaien. Ja, het is iets anders geworden. En die disruptive innovations, dat is een patroon wat je vaker ziet. Onthoud dit, en dit is namelijk een prachtig tool om technologie-innovatie mee te onderzoeken. Dat leidde tot tipping points. Een hele tijd denk je van, oh, ik zit in deze wereld, ben helemaal gelukkig in deze wereld, en er verandert van alles, maar ja, je staat gewoon stevig aan één kant van die wip, en op een gegeven moment, hoppa, zit je in een hele andere wereld. Nou, wat drijft nou die ontwikkeling fundamenteel? Want er zit wel een stabiele onderliggende driver onder. En hoe komt het dat we van hier, ja, ja, je kent het wel, hè? Dus, hoe heet het, Your Daddy's Data Center, of my Old Data Center, Fortress on the Hill, prachtig te beveiligen, je hebt alleen maar infrastructure security nodig. Maar goed, de eerste tekenen van de nieuwe wereld zie je al komen, want zie je dat karrenspoor daar? Ja, dat karrenspoor, dat is nu een zesbaans information superhighway, waardoor de hele wereld nu connected is. En dus jouw data staat niet meer in die heuvel, jouw data zit overal. En daar hoop ik straks nog meer van te laten zien. Wat drijft nou dat verschil? Nou, feitelijk is het meest fundamentele wat we kennen, Moore's Law. De ontwikkeling van processing capaciteit. En dit is een geweldig plaatje, namelijk, hoe heet het, er was ook eentje die begon in 1850, geloof ik, met de analytical engine. Maar dat ding bestond alleen maar op papier. Je ziet dus dat de kosten wat je voor $1000 of €1000 aan processing capaciteit krijgt, dat stijgt gewoon toch soort van exponentieel. En in mijn leven, in mijn werkzame leven, is de prijs van computing pak een beet een factor miljoen of meer verbeterd. Kom op, ja, wat wil je zeggen? Voor wie? Voor wie? Nou, voor degene die het kan betalen. En wat betekent dat voor IT? Nou, dat betekent dat we meer technologie hebben. Betekent ook dat we meer componenten hebben. Betekent dat we meer programmeertalen hebben. Betekent dat we meer interfaces, meer devices, you name it. En IT wordt ook meer pervasive. Die mainframes dienen voor back-office automatisering. Dingen die heel erg lang stabiel bleven. En daarna werd het langzaam zeker front-office. En toen gingen we die computing verplaatsen naar de klant. Die deed alvast de data entry voor ons. En tegenwoordig, in heel veel opzichten, is IT zelf het product geworden. Dus het belang daarvan voor organisaties, overheden, is veel, veel groter geworden in al die jaren. Maar we hebben ook veel meer dreigingen op IT. En dat betekent dat we heel veel meer brainpower nodig hebben om dat allemaal te kunnen handelen. De bedreigingen zijn niet alleen meer, de hackers zijn ook nog beter en slimmer geworden. Er is gewoon meer brainpower nodig. En hoeveel brainpower? Nou, minstens een factor miljoen. Ja? Want we hebben gewoon 1 miljoen maal zoveel spullen en complexiteit. Hebben we 1 miljoen zoveel mensen? Nee, dacht ik niet. Er is wel groei geweest in de IT-populatie, maar ook weer niet zo hard. Dus wat we nodig hebben, is meer productiviteit. En het is niet zozeer dat we dat nodig hebben, dat hebben we nodig gehad. En dat is al jaren aan de gang, op allerlei manieren. Hoe is in andere industrieën die productiviteit verbeterd? Nou, een van de betere voorbeelden is uit de autofabrikage. Dat kan ik ook aan veel mensen uitleggen. Kijk, wat Henry Ford deed, die had al een enorme stap gezet. Die zei van, nou, we gaan naar standaard componenten. Zodat wij niet voor elke auto opnieuw de schroefjes gaan uitfrezen. En dit was de kleur waarin het leverbaar was. Wat er gebeurt is namelijk dat aan die lopende band heb je klussen die meer gestandardiseerd zijn, waardoor mensen daar een grotere productiviteit in bereiken. Je leert ook van hoe je die klus het beste en het snelste en kan doen. Want die schaalvergroting zorgt voor en hogere productiviteit en een betere kwaliteit. En ook nog lagere kosten, dus echt heel erg magic. Goed, de lopende band was één ding. Nou, wat Henry Ford had gedaan was, dit is de River Rouge fabriek, waar die T-Ford werd gemaakt. En hoe dat werkte was, nou, aan deze kant, de River Rouge, dat was een haven, daar komt het ijzererts binnen. En aan de andere kant komen de auto's uit. Dus één grote geïntegreerde assembly line. En hij deed alles daar. Zijn eigen elektriciteit, zijn eigen glasfabriek, zijn eigen dit, zijn eigen dat. En
Door die specialisatie kon hij veel goedkope auto's bouwen. Maar goed, het hield daar niet op. Want tegenwoordig ziet het er heel anders uit. Een paar decades, tientallen jaren later, worden auto's gebouwd in de supply chain. Ik heb een paar jaar geleden wat cursussen mogen geven bij Volkswagen. En ja, hoe heet het? 80-90% van de waarde van die auto, die wordt ingekocht. En het jaar daarvoor was ik bij een cursus in Tunesië. En daar sprak ik aan de bar met een Duitser die daar fabrieken aan het audit was. Wat doe je dan hier? Ja, ik audit hier een toeleverancier van Volkswagen. Die maken iets elektrisch. Oh, die maken de kabelboom. Nee, dat is veel te ingewikkeld. Dat kunnen ze hier niet. Wat ze hier maken is de kabel die van de accu naar de carrosserie gaat. Dat is alles. En daar dan wel een paar miljoen van per jaar. Dat weer wel dan. Dus elke paar maanden, of eigenlijk kwam hij terug om te kijken of het productieproces wel een beetje lekker liep. En of ze zich allemaal wel aan de kwaliteitsstandaarden hielden. En als iedereen zich aan die kwaliteitsstandaarden hield, dan kwam er een goed product uit. Dat garandeert gewoon kwaliteit. En hij vertelde ook over de just-in-time principes, waar jullie vast wel hebben van gehoord. Als deze productiefaciliteit in Tunesië stilstaat, 48 uur later staat het in Wolfsburg stil. Dus er zaten allemaal SLA's op predicties en allerlei prognoses en weet ik wat allemaal niet meer. Geweldig, heel complex systeem. Maar daarmee heb je dus de groep mensen, een groep bedrijven zelfs, waar je over specialiseert, nog veel verder vergroot. Dus dat is de keten. En die ketens, ja, dat is eigenlijk de manier om de maximale innovatie in een product te kunnen stoppen. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou, dit is de eerste, de voorloper van de iPhone, zeg maar. Deze eerste machine, lees het maar in het boek van de biografie na. De eerste 50 waren besteld door een of andere elektronica keten. Die werden aan de keukentafel bij Steve Jobs thuis in elkaar gesoldeerd. Letterlijk. Daarna gingen ze naar de woonkamer, op de tv aangesloten. En als je het deed, mooi, ship it. Als je het niet deed, terug naar de keuken. Het werkte. Nee, wat kostte dat ding? $666. Goed, een paar enkele tientallen jaren later, de opvolger daarvan, de iPhone is trouwens een wat ouder plaatje, maar ook die werd al in een complete supply chain gemaakt. Omdat als je dat niet doet, krijg je niet de kwaliteit en de schaal en de kosten waarmee je dat kan doen. Nou weet ik dat er... Maar supply chain is natuurlijk ook niet heilig, want een supply chain, daar heb je ook risico's in. En eigenlijk is het ingewikkelder, zo'n supply chain, dan wanneer je alles zelf doet. Maar je kan niet alles zelf doen. Daar heb je de mensen niet voor. Daar heb je de specialisten niet voor. Ik zal er even voorrekenen. Toen wij begonnen met internet, hadden we hoeveel netwerkaansluitingen op een beheerder? Ja? Dat waren van die KPI's. Je had gewoon 100 PC's staan. Nou, hoeveel mensen zaten daar naar te kijken? Een netwerkbeheerder deed misschien 100 van die devices met alles en nog wat. Enzovoort. Daarna werd het netwerk ingewikkelder, maar we hebben niet nog steeds één netwerkbeheerder per 100 devices. En die productiviteit van de netwerkbeheerder gaat omhoog. En dus die servers, hetzelfde verhaal. De eerste mainframe, beter voorbeeld eigenlijk. De eerste mainframe, als je die kocht, de mainframe, kreeg je er 5 beheerders bij. Gratis. Zo duur was dat ding. Met die client-serverwereld begon het met van, oké, we hebben hier een PDP 11-45. Wie kent hem nog? Ja, die, precies. Die had een beheerder. De beheerder van de computer. Nou, gingen we naar client-server en PC's, wordt het één beheerder, 10 machines. Één beheerder, 100 machines. Als je in de cloudwereld kijkt, heb je een beheerder die gewoon 10.000 machines aanstuurt. Oké, je hebt al die deskundigheid nodig. Maar kun jij dat betalen, al die deskundigheid? Want je kan niet 1.000 machines hebben en 1/10 beheerder of 1/10 van die taak bij iemand neerleggen, want daar is zijn hele kop zit daar vol mee. Dus je hebt van 90% niks te doen. Je moet naar die schaalvergroting om die complexiteit van die technologie te beheersen. Daar gaat het om. Oké, dan heb ik een paar stukjes over... Dus dat betekent dat je eigenlijk heel veel meer na moet denken over control en de supply chain. Wat is het dat wij nodig hebben om een kwalitatief groot product neer te zetten? En dat vergt heel veel kennis over die supply chain en zeker hoe je hem bestuurt. En ook hoe je hem niet bestuurt. Want je moet niet iemand anders zijn werk gaan zitten doen. Je moet alleen maar naar de kwaliteit van iemand anders zijn werk kijken. Het eindresultaat is
dat voor in de auto-industrie in ieder geval, dat de tegenwoordige auto is goedkoper, gebruikt minder brandstof, heeft meer functies, meer toeters en bellen, is veiliger. Het is gewoon een betere auto. En je kunt hem ook nog in een andere kleur krijgen dan zwart. Dus dit is wat die schaalvergroting van technologie oplevert. Nou, hoe zit het dan in de cloud of in de IT? Nou, het basismodel voor cloud. Cloud is eigenlijk ook een supply chain. Dus een services supply chain. Je hebt ook nog een software supply chain. Die heeft er iets mee te maken, maar is niet hetzelfde. Daar kunnen we het over hebben zo meteen als we dat leuk vinden. Waarbij je zegt, nou, ik heb gewoon infrastructure as a service. Virtual machines on demand, of het oude model. Daar maken we software van en de gebruikers nemen dat af. Nou, de realiteit is iets ingewikkelder. Ja. We hebben, hoe heet het, de gebruikers gebruiken honderden, duizenden SaaS-applicaties. Stukken wat platform om dat op te draaien en het draait uiteindelijk allemaal bij Amazon. En een paar andere providers. Dus dat is eigenlijk de supply chain daar. Maar er gebeurt nog meer, want het is niet alleen dat die supply chain waait. De architectuur van onze applicaties is ook anders. Tegenwoordig, vroeger deden we gewoon next finish. Ja? En dan had je op de server had je dus de applicatie staan. Maar zo werkt dat niet mee. Die applicatie ziet er anders uit. Dit is een onderdeel van een applicatie. Dit is wat je als bank, zeg maar. Dit is een voorbeeld van een Belgische bank, een kleine bank. Je wil iets uitrollen voor de customer mobile. Dat is een applicatie, dat dient een business nut ergens voor die bank. Nou, daar zat dan een Azure Cloud Database achter en een reverse proxy en een eigen database. Niet de beste architectuur, maar dit is de werkelijkheid, ja, die zij hadden. En je hebt ook nog een App Store. Ja, dus waar is de applicatie? Vroeger hadden we applicatie stond op de server. Waar staat de applicatie? Zeker, wat is erin? De applicatie is overal, die is verspreid over dat hele verhaal. Van wie zijn die spullen? Wie gaat daarover? Ja, dat zijn de fundamentele vragen die je nu moet beantwoorden. Want het is verspreid over allerlei partners in het ecosysteem. En zijn dat commerciële partners, zijn dat andere partners, doet er niet toe. Het is verspreid over allemaal verschillende clubs op basis van allerlei standaard interfaces in zijn algemeenheid. Goed, dus om het punt nog een keer te benadrukken. Denk eens aan 10 maal de hoeveelheid IT die we nu hebben. Huh? Hoeveel mensen heb je daarvoor nodig? Dus de cloud business case gaat over productiviteit in zijn algemeenheid. En niet alleen voor systeembeheer, maar ook voor softwareontwikkeling. En ook de snelheid waarmee je dat uitlevert. En dan krijg je het begrip als DevOps. Wie vindt zichzelf een DevOps-expert? Of wie weet wat DevOps is? Dan weet ik ongeveer. Dan ga ik zo meteen vertellen wat jullie al weten, maar misschien net met een andere twist. Dus big data en al die andere dingen. Goed, wat is nou de essentie van cloud zoals die destijds door NIST is gedefinieerd? Er waren heel veel dingen die ze al geroepen. Dit is eigenlijk het belangrijkste wat over is gebleven. Want die 5 essential characteristics van NIST. Nou, als je vanuit techniek komt, denk je, ja, maar dit is helemaal niet technisch. Nee, het is ook helemaal niet technisch. Het gaat over de organisatie van de IT eigenlijk. En elk van deze karakteristieken, ga ik zo meteen uitleggen, betekent iets, maar betekent vooral dat er een voordeel zit in hoe je IT uitrolt. Er zit ook een nadeel in, brengt ook nieuwe risico's. En daarom hebben we daar cursussen voor, zoals CCSK en de Bodies of Knowledge. Kun je ook gratis downloaden trouwens. Dus ik ga daar eventjes op in wat dat betekent. Dus resource pooling is dat je, ja, wat zijn resources, heel abstract, kan spullable zijn, maar zou ook software kunnen zijn of data. En je deelt die data over verschillende afnemers, waardoor je schaalvergroting faciliteert. Shared services noemden we dat vroeger. Met het verschil dat we hier meer over standaarden praten dan in een shared service organisatie vroeger. En met name die dynamische toekenning van resources. Je krijgt ze en je geeft ze weer terug. Nou, hoe dat dan werkt is een van die andere karakteristieken. Bijvoorbeeld on-demand self-service. Dus je hoeft niet meer als gebruiker te bellen naar je leverancier of naar een andere afdeling. Zeg, komt die nieuwe computer voor mij dan nou eindelijk een keertje aan? Nee, je tikt het gewoon zelf in. En, ik kan nog een stapje verder, je tikt het niet zelf in, je laat het een programma intikken. Bijvoorbeeld via autoscalers of zo. En dit is de nieuwe normal, de API. API is de glue of the cloud. Dan hebben we, even een voorbeeldje. Wat nou als je geen self-service krijgt? Wat doet dat met de businesswaarde van die IT-organisatie? Wat doet dat voor de snelheid waarmee je kan uitrollen? Die gaat gewoon naar beneden. Hè? En
Kijk, als je met een back-office functie bezig bent, bijvoorbeeld administratie. Het idee van de administratie is dat hetzelfde datamodel gebruiken we volgend jaar ook. Dat is het hele punt van de administratie namelijk. Als ik een product heb wat zeg maar innovatief en nieuw is, dan wil ik dat het volgend jaar anders is. Namelijk beter. En hoe sneller ik dat beter kan maken, hoe beter het is. En dat kun je natuurlijk commercieel zien, maar je kan het ook zien in de context van public service. Dat was net bij een praatje over public software. Dat wil je ook beter hebben. Dat geldt hetzelfde voor. Oké. Broad network access. Sommige mensen denken broadband network access, maar die komen uit dezelfde tijd als ik en die dachten dat dat iets met ISDN te maken had. Het gaat over broad, dus overal aanwezig. Hè? Wie kent Minitel nog? Weliswaar een Frans systeem, ooit van gehoord? Ja. CompuServe. Ja. Er mag nog wel iets gebeuren aan de gemiddelde leeftijd hier, hoor, jongens. En dat waren geïntegreerde systemen. Dus je had niet alleen je kreeg de terminal krijg je van het bedrijf en het netwerk en de dienst. Dat is allemaal geïntegreerd. Nou, wat je in een ontwikkelende industrie altijd ziet, is dat disaggregeert. En dat gebeurt hier dus ook. Weet je, we gaan geen eigen lijnen leggen voor die toepassing. Stel je voor, we hebben gewoon het internet. Ik in die tekst die destijds had opgeschreven, die deed heel erg veel moeite om het woord internet te vermijden. Maar eigenlijk werd dat wel bedoeld. Dus dat betekent ook dat het aanleggen van het netwerk niet langer onderdeel van de kost van de applicatie. Dat vinden we nu volstrekt triviaal, maar dat was 15 jaar geleden eigenlijk nog niet zo. Goed, dan rapid elasticity. Dat is ook van, ja, we kunnen snel opschalen en vooral, als het om geld besparen gaat, snel afschalen. Hoe snel? Dan denk je al snel, SLA, wil ik SLA? Nou ja, goed, dat hangt van het businessproces af. Als ik een nieuwe medewerker wil aannemen, dan wil ik dat hij morgens een e-mail heeft. En dan is van, dat hoeft niet per se vandaag. Maar als ik nu heel veel, als nu plotseling iedereen op mijn webserver duikt omdat er een storm is, dat was bij KNMI een keer gebeurd, of bij de Nederlandse Bank, waar iedereen plotseling ging opvragen hoe het depositogarantiestelsel in elkaar zat. Ja. Allebei cases waar ik aan de performance stresstest heb mogen werken, ja, dan valt het om. Dus dan moet het sneller dan in een dag. En dan tenslotte, measured service, eigenlijk gewoon pay as you go. Kun je nog dieper op ingaan, maar die measured service, die is in het algemeen gebaseerd, of de kosten, of de prijs, moet ik zeggen, de prijs van de measured service is meestal gebaseerd, of hoort gebaseerd te zijn op de waarde voor de klant, niet op de kosten voor de provider. En dat maakt dat je als interne IT-afdeling eigenlijk bijvoorbeeld kansloos bent om clouddienst aan te bieden. Er zijn tegenwoordig wel wat trucjes voor, maar zwaar. Even kijken hoeveel tijd we hebben, want dit is cloud is ook nog maar 7 minuten, dan moet ik opschieten. Goed, dus dat leidt tot business benefits en tot risico's. En dit is dan zeg maar een voorbeeld van een specifieke characteristics en hoe dat de businesswaarde en risico drijft. Maar goed, vroeger hadden we cloud aan de ene kant van het spectrum, public cloud, heel groot verschil met die oldschool datacenters, waar racking en stacking gebeurde. We zien dat, zeg maar, dat die ketengedachte, dat die allerlei nieuwe vormen van samenwerking en crossovers, zeg maar, creëert. En waar oldschool datacenters, nou, daar heb je tegenwoordig hyperconverged infrastructure. Ik ben niet zo'n deskundige in, maar het klinkt heel erg cool. heeft iemand daar wel eens mee gewerkt? Is het wat? Oké, dacht ik al. Ja. Maar je mag alles zelf. Nee, maar je kan hier heel snel capaciteit mee herconfigureren. Veel sneller dan daar. En het is nog steeds allemaal van jou. Kostenpercenten, maar dan heb je ook wat. Ja. En als het niet in je datacenter past, ja, dan heb je toch nog een probleem. Aan de andere kant hebben we public cloud, wat zo proprietary was als de pest. Maar waar het nieuwe model. Kijk, we zien dat Kubernetes daarin aan het winnen is. En dat Kubernetes is trouwens ook de gouden kans voor lokale providers. Zeg maar met residency. Volgens mij zijn er in Nederland al zeker 50 of meer service providers die een eigen Kubernetes variant aanbieden. En de meesten doen dat niet onverdienstelijk. Als ze verstandig zijn, focussen ze op een niche, want anders krijg je het OpenStack probleem. Dus zeg maar Kubernetes in zekere zin OpenStack 2.0. Zo je wilt. We dachten dat het OpenStack was, is het niet. En ja,
dan kun je eigenlijk jouw eigen ijzer kun je gewoon als een private cloud runnen. Veel makkelijker dan dat het is om je eigen Amazon EC2 privaat te draaien. Het is nog steeds een ding om te configureren, maar goed, ik werk daar nu mee voor die Cyber Range. En daar kan ik dingen mee, die kon ik met OpenStack niet doen. Sorry? Ja, ergens is er ijzer. Maar de essentie van cloud is dus eigenlijk, daar waar het bij elkaar komt, automation, abstraction en API's. Dat is de wereld waarin je wil denken. En als je dat dan eenmaal hebt, dan gaan er plotseling heel veel andere dingen mogelijk worden. Bijvoorbeeld het hele DevOps en Continuous Delivery. En ik heb hier mensen over echte cases over horen praten. Ik heb een paar keer gesproken met de CTO van Netflix, Adrian Cockcroft, want die hebben dit heel hard gepionierd. Ja, en het leuke is, die wereld, hè, wie heeft de Phoenix Project? Oké. Must te lezen. Niet waar, Marco? Ja, goed. Ja. Nog van, is ook leuk. Ik heb er video's van. Unicorn is de opvolger, precies. Zet ook in mijn video. Anyway, het grappige is namelijk dat je, als je dat gaat doen, ja, dan kun je namelijk en hogere kwaliteit en hogere productiviteit bereiken. Om een aantal redenen. En bijvoorbeeld continuous delivery. Nou, daar wil ik zo meteen, nou, daar ga ik nu op in. Nou, wie kent nog de Change Advisory Board? Hoe vaak kwam die bij elkaar? Ja, niet vaak genoeg, nee. Hoe vaak deden wij een release van de software? En poeh, dat is vaak. Ik heb eens een keer in de context gewerkt van gemeentelijke administraties. En dat was eens per jaar uitrollen. Ja, dat is toch wel veel hoor. Ja, weet je, sla maar een jaartje over. Waardoor de hoeveelheid door brandhout die je aan het opstapelen bent in het bos alleen maar groter wordt. Hè? Dus hoe risicovol is een change die je één keer per jaar doet? Ja? Is de kans dat die lukt, ja, ergens in de buurt van de 100%? En in de Phoenix Project staat een prachtig voorbeeld. Je denkt, oh, die mensen zijn in het probleem. En dan lees je nog een paar hoofdstukken door. Oh shit, ze zijn echt in het probleem. En dan gaan ze op zondagmiddag, we gaan een weekend een database migratie doen. Zondagmiddag, zonder rollback, want ja, daar hadden ze de spullen niet voor. Zondagmiddag zijn ze op 25% en maandagochtend met je live. Who are you gonna call? Yeah? Nou, dat continuous delivery pakt dat probleem op een heel andere manier aan. Waar je gewoon zegt, nou kijk, alle software begint zijn leven als source en ik heb andere dingen en ik stop het in de repo. Ja? Of het nou open source is of iets anders, niet relevant voor deze discussie. Dan ga je dat bouwen en dat gooi je in een build server of in whatever, in een public dienst of in je eigen, doet er niet zoveel toe. Dan ga je daar testen en als het oké is, oké, automatisch. Want eigenlijk moet hier ook de configuratie zit hier ook allemaal bij. Hè? En dan als dat klaar is, dan bouw je een of ander deployable artifact. Vroeger was dat een golden image, bij wijze van spreken. Alleen nu maken we daar een container van. En dan sturen we naar een of ander orchestrator. Bijvoorbeeld Kubernetes, en die rolt het dan lekker uit. En als er meer lood is, dan maakt hij meer machines. Dat kan allemaal automatisch. Kan er ook nog ergens een handmatig check op zetten. Maar ik heb eens een keer gesproken met een club die deed, hoe heet het, administratieve software. Nee, het was niet exact. Als je dat daar gebruikte, moest je mond spoelen. En die zei, kijk, woensdag mag iemand op de knop drukken, het gaat naar productie. Als hij iets anders doet dan dat, dan is dat een incident. Nee? Als hij na moet denken over iets anders dan dat, dan moeten we... Dat is een incident, dat willen we niet hebben. Dus het kan in principe allemaal automatisch. Hoe vaak kun je dit doen? Dat hebben we net laten zien, tientallen keren per dag, als je wilt. Al die tests doe je automatisch. En wat leuk is, je doet ook alle security tests automatisch. Dus die doe je dan ook nog veel vaker ook. Waar is de Change Advisory Board hier? Nou, daar hebben we alleen maar last van. Dus die zit niet in de happy path, die zit niet in de flow. Je moet wel een Change Advisory Board hebben... Maar die moet kijken of dit proces klopt. En die moet kijken of je wel de juiste test coverage hebt. Ja? Maar als je dit systeem hebt en het werkt eenmaal, je drukt hier op een knop. Even later is het in productie. Het leuke is, als het dan niet blijkt te werken, hoeveel moeite is het dan om terug te draaien? Dat is ook een druk op de knop. Dus het risico van een individuele deployment gaat heel ver naar beneden. Vooral omdat je ze vaker doet. Dus dan heb je allerlei risicoafwegingen van zo'n Change Advisory Board, heb je helemaal niet nodig. Die kunnen zich op een ander level concentreren. Dus dit is de fundamentele kracht van continuous delivery.
mogelijk gemaakt door al die spullenboel in de tussentijd die je allemaal automatisch kan uitrollen. En dat was nou net een cloud karakteristiek. Of dat nou public cloud is of niet. Dus cloud is wat dat betreft meer een state of mind dan, hoe heet het, een business model van Amazon en Microsoft. Goed, dan heb ik nog een paar dingetjes erbij. Nou, hoe maak je, dan heb je nog de microservices, die heb je eigenlijk nodig om dat wat meer te ontkoppelen. En dit zijn de microservices binnen een bedrijf. Je kan het ook over een grens heen trekken. En dan heb je het verhaal wat ik er straks liet zien. Ik praat geen poep hier, hè. Dit is gewoon wetenschap. Als je Nicole Forsgren en Gene Kim heeft allemaal die boeken geschreven. En Nicole Forsgren heeft hier gewoon proefschriften over geschreven, heeft onderzoek naar gedaan. En die heeft er heel diep ingedoken en die laat allerlei dingen zien. Bijvoorbeeld dat, ik heb nog 5 minuten. Kijk maar, ik heb nog 5 minuten. Die heeft laten zien dat het hebben van een Change Advisory Board bijvoorbeeld een negatieve impact heeft op de productiviteit. Dat kun je gewoon meten. En ook, als je dat high performers, 50% minder tijd en geld kwijt zijn aan security issues. Dus je bent en sneller en veiliger. Dus dit is wel het patroon wat je moet hebben. Goed, dan kan ik over de achterliggende theorie, want die theorie komt eigenlijk uit de Toyota Production System van de jaren 50-60. Dit is gewoon echt een next level. Ja, en cloud maakt dat in feite mogelijk. Ik heb nog wel veel meer sheets, maar ik kan eigenlijk veel beter vragen gaan beantwoorden. En misschien past er een sheet bij, en zo niet, dan niet. Wat was het tegen private cloud? Nou, als je... Ja, oké. Okay. Het is een dure hobby. Nee. eigen ijzer kan, maar dat is vooral zinvol onder specifieke omstandigheden. En wat zijn jullie omstandigheden? Want dan zou je de vraag niet stellen. Ja. Ja, dat draait trouwens ook onze joint cyber range op. Waarvoor dank. Ja. Oh, dat heeft absoluut een voordeel. En ik zeg ook niet dat je alles publiek moet maken. Dat staat nergens in dit verhaal. Nou. Ja. Ja. Ja, dat begrijp ik. Tegelijkertijd, als ik even de bal terug mag leggen, toen we met de Joint Cyber Range bezig waren en zei van, god, kunnen jullie dit even officieel voor ons hosten? Want nu wordt het namelijk onofficieel gehost. Zei ze, ja, maar wij zijn geen cloud provider, dus dat moet je maar even buiten de deur zoeken. We hebben afspraken met Microsoft, met die. En ja, ik wil graag open stack. Zei, nou ja, dat heeft die. Ging kijken, allemaal oude versies trouwens. Zei, ja, nee, Surf gaat dat niet doen. Ja, ik ben niet voor Surf. Ja. Wat we gaan zien, is toch dat hybride model. Ja, dat hybride, dat gaat niet weg. Er is een andere podcast waar ik die nog helemaal af moet luisteren. Zijn van de jongens van Container Solutions. Kent iemand Container Solutions? Ja. Als je dat de baas daarvan hoort, meer Container Solutions. Want die hebben een ontzettend Schots accent. En die weten echt waar ze het over hebben. En die hebben een podcast die gaat over repatriation van cloud. En die zeggen eigenlijk 2 dingen. Als je een nieuwe applicatie hebt en je denkt niet aan cloud, ben je een idioot. Als je een applicatie een tijdje in de cloud opdraait en je denkt niet over hoe je dat op je eigen huis gaat draaien, ben je een idioot. Dus als jij niet weet hoeveel je gaat gebruiken, ja, ga dan lekker extern. Op het moment dat jij weet van ik draai gewoon altijd 100 servers. Ik heb gewoon mijn eigen Kubernetes cluster, draait leuk. Daar kan ik allerlei interne workloads prima op draaien. Fijn, ja, maak de business case, het kan. En als je een zekere schaal hebt, is dat mogelijk goedkoper dan extern draaien. En dan heb ik het over de prijs. Dan hebben we het nog niet eens gehad over allerlei overwegingen van security en compliance. Maar goed, dat is vaak meer cloud-watervrees dan iets anders. Dus er zijn dingen die je niet uit je eigen datacenter geschaald krijgt. Vanwege de hoeveelheid spullenboel, vanwege de hoeveelheid deskundigheid die je daarvoor nodig hebt. Als jij een eigen Kubernetes cluster wil draaien, met een zekere niveau van betrouwbaarheid, dan heb je daar gewoon meer dan 1 beheerder zeker voor nodig. Niet iedereen is groot genoeg om daar geld aan uit te geven. Dat is toch een... Ja,
voor MKB dan. Voldoende antwoord op uw vraag? Ja. Hey, ik probeer het genuanceerd te zien. Kijk, het gaat meer om de cloud denken dan om het feit dat je moet uitbesteden aan een Amerikaanse club. Ja. En technologie, open source technologie zoals Kubernetes, maakt het eigenlijk mogelijk dat je dit ook in Nederland neer kan leggen. Want ik kan zo 5, 6, 7 providers in Nederland opnoemen die dat als dienst aanbieden. Wanneer gaan we software leveren? Heb je een concreet voorbeeld? Ja, ik werk zelf op de bank. Ja. Dit moet even op de recording, maar dit wordt belangrijk. Okay. Ja? Ik werk zelf nu naar een bank en daar hebben ze eigenlijk een beetje op de rem getrapt nu van... Wat we eigenlijk doen, is eigenlijk gewoon de VM's. De VM's die we hadden draaien in ons eigen datacenter verhuizen naar een commerciële. En eigenlijk komen we niet verder met containers. En, omdat de software gewoon daar nog niet geschikt voor is. Ja. Wanneer denk je dat dat een beetje mee gaat komen? Nou, dat hangt nogal. Kijk, wat je ziet, hè, de vraag is, gaat eigenlijk over van... Wij willen externe software... hosten in een cloud-achtig model. Waarom werkt die softwareleverancier dan niet ermee? Nou, er zijn een aantal verschillende businessmodellen waarmee die softwareleverancier dat zou kunnen doen. En sommige zijn in jouw voordeel en andere niet. het ultieme model is eigenlijk dat die softwareleverancier zegt van, nou, jij krijgt niet langer die software van mij, jij krijgt gewoon een clouddienst van mij. Maar voor sommige klantengroepen is dat niet goed genoeg. Of past dat niet bij de compliance en weet ik wat allemaal niet meer. Dus dat is een model. Het is... niet alle softwareleveranciers zijn even innovatief. He, die draaien, er wordt nog heel veel op mainframe gedraaid. Ook nog. Ja, als je niet van mainframe naar een moderne platform kan, dan is het nog een stap verder om dat in een containercluster uit te rollen. Ook vol denk ik zelf dat je als softwareleverancier, maar goed, er zitten wat compliance dingetjes heen. Eigenlijk wil je dat jouw softwareleverancier dit voor jou doet. Maar waarom zou je er verstand van moeten hebben? Het is zijn software. He? Hij wil het uitrollen, of zij, as the case may be. Ik wil gewoon elke dag de nieuwe features of de fixes die ik nodig heb, hebben. Hoeveel werk moet ik daar zelf aan besteden? Als ik gewoon tegen uw leverancier kan zeggen, nou, kom maar op met je features. Ik hoef er niks aan te doen. Maar dat is een spectrum aan modellen. Dus ja, wanneer gaan softwareleveranciers mee en wanneer niet? Ja, dat is een businessbesluit van die softwareleverancier helaas. En het feit dat je, typisch in een bank, ik heb het bij meerdere banken gehoord... Het topmanagement zegt van, de cloud is goedkoper, dus we gaan allemaal naar de cloud. Wat sowieso onzin is, zeker als het gaat om lift and shift. Want lift and shift is vooral een verdienmodel voor consultants, als het aan mij ligt. Het is namelijk fucking hard. Ik zou nog een paar dingetjes meegeven daarop, want daar had ik een plaat over. Dan heb je ook nog een praktische reeks argumenten van waarom je geen lift and shift moet doen. Ja, dat is het laatste, een extra plaatje. Oké. Okay. Wordt het goedkoper? Nou, nee, niet altijd. Netwerkkosten krijg je er in ieder geval bij. Performance kan een probleem zijn. Visibility, die applicatie is nooit gebouwd om in een cloud context gelogd te kunnen worden. Allerlei access control en allerlei andere controls die je hebt, die je impliciet had in je oude applicatie, moet je opnieuw bouwen in je nieuwe applicatie. Het staat per ongeluk misschien in een verkeerde legal environment. En jouw applicatie gaat niet schalen vanzelf. Je krijgt dezelfde schaalbaarheid die je had. Hooguit. En daarna wordt het ingewikkeld. Dus je moet hem eigenlijk compleet re-engineeren. En waar het natuurlijk meestal misgaat is lack of migration planning, maar dat wisten we al. Ja. Wie heeft er ooit een applicatiemigratieproject gezien wat op tijd en binnen kosten is afgerond? Ja. Daar betaal ik vanavond bier aan. Ja. Ik krijg van Rogier een seintje dat we moeten gaan afronden. Ik hoop dat ik een aantal van jullie vragen heb beantwoord, dat jullie er iets van hebben opgestoken. En mocht je nog meer willen weten over cloud security, doe ik altijd naar mij toe, want ik geef de cursus in. Ja, Peter, over de jurorigier. Dank, ik vond het heel leuk, vooral omdat jij vanuit een hoog over en meer een managementbenadering hier naar kijkt. En dat in ieder geval inspireert mij en ik hoop jullie in de zaal hier ook allen. Dankjewel Peter. Ja, graag gedaan. Stroopwafels.